Lelydorp en omgeving zullen over enkele maanden gebruik kunnen maken van een trimbaan. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport ondertekende vanmorgen een contract voor de start van de bouwwerkzaamheden. Districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Shafiq Ghulam, is zeer verheugd over de komst van een trimbaan te Lelydorp. Het stemt directeur sportzaken Gordon Chowny Chow goed dat ze wederom een sportaccommodatie kunnen aanbieden aan de gemeenschap. En waarom ik zei van dat het mij goed doet als commissaris. Ik hield me altijd vast toen ik zag dat vooral senioren, burgers, jongeren, sporters gebruik gingen maken van de openbare weg. Toch? In de ochtend of soms in de middag of in de vooravond. Om dan een beetje aan sport te doen, fitness te doen. En dat is heel gevaarlijk. Ja? En vandaag dat ik hoor dat er een ondertekening zal plaatsvinden, doet het me heel goed. Samen met de OD, John Atira, hebben we gelobbyd bij verschillende organisaties. We hebben heel veel public-private partnerships mogelijkheden bekeken. En ik mag zeggen, in het kader van sportdiplomacy, hebben we een goede vriend gevonden bij de ambassade van India. Dit is één van onze projecten dat we samen doen met de ambassade van India. En ik mag zeggen als directeur dat het eindelijk zover is, after signing a lot of agreements, we are very happy that this is, if I may say so, the final agreement for implementing and starting of placing our jogging track in the district of Wanica. Volgens de Indiase ambassadeur in Suriname, Shankar Balachandran, heeft de ambassade een groot deel van de kosten op zich genomen. De rest komt vanuit het ministerie van ROS. Minister Gracia Emmanuel is de mening toegedaan dat het ministerie moeite zal blijven doen om de gemeenschap te ondersteunen in vooral het sportgebeuren. And I'm very happy that this project is going to lead to healthy lifestyle and also help develop sports. And this district, Wanica, is the second largest after Paramaribo, Lelydorp. It is in the suburb of Paramaribo, more than 100,000 population. So I'm sure this project will bring benefits to the public. Ik heb goed geluisterd naar de deken. Die heeft aangegeven dat mensen dus gewoon rennen langs de wegen van de Wanica met alle gevaar van dien aan. En om toch wel dit proces tot het verleden te laten behoren, zijn we dus vandaag hier. Ik ben persoonlijk aanwezig omdat ik vind het een geweldig idee dat we vandaag hier zijn. En van deze plaats uit, Mr. Ambassador, we are very pleased with your willingness to support this sport project. This reflects the good cooperation between Suriname and India. Het project zal binnen 3 maanden worden afgerond. De kosten zijn geraamd op $80,000, waarvan de ambassade $50,000 heeft gedoneerd.